Uiteindelijk uh, misschien iedereen blij, behalve de supporter die veel betaald heeft, maar die heeft wel waar voor zijn geld gehad. En de penningmeester blij omdat het veel geld heeft opgeleverd. En de trainer best nog blij omdat er best veel mensen zaten. Gefeliciteerd, ja, dankjewel. dat hij gewonnen heeft. Niet ja, Arne, gefeliciteerd met het bereiken van de kwartfinales van de KVB-weker. Um, ja, hoe komt het dat je het jezelf zo moeilijk maakt vanavond? Nou, dat heeft ook met de tegenstander te maken, wat uh, een uitstekend elftal is. Dat is niet voor het eerst dat we dat hebben ervaren. Dat hebben we in de voorgaande twee wedstrijden tegen ze ook al gezien. Zeer goed georganiseerd, goede individuele spelers, uh, ervaring. Dus uh, en daarnaast moet je ook altijd naar jezelf kijken. En uh, nou, had het weer heel veel overeenkomsten met afgelopen zondag. Dus uh, eerste helft veel de bal. Een beetje zo halve kansjes krijgen, een beetje wel regelmatig dreigend in de 16 komen. En je komt er vaak genoeg, maar echt grote kansen kun je niet zeggen. Wel een paar hele dreigende situaties die we heel beroerd uitspelen. En een tegenstander die twee keer in onze 16 is geweest en twee goals heeft. Je hebt vandaag iets gepresteerd wat nog nooit is ja, voorgekomen in het uh, betaald voetbal. Je hebt 50 schoten op het feitelijke uh, doel uh, losgelaten. Hoe komt het dat er zo weinig rendement dan uitkomt? Op zich, vier goals kun je niet als weinig rendement betitelen. Maar uit 50 doelpogingen. Nou, kijk, de ene. Niet elke doelpoging is natuurlijk even kansrijk. Zo simpel is het ook. Uh, ik, ik ken de expected goal waarde niet. Dus, um, maar het geeft wel aan hoeveel wij aanvallen. Ik denk dat dat vooral veel zegt. Zo ook tegen PSV. Met al die doelpogingen, ook nu weer met al die doelpogingen. Ook tegen twee sterke ploegen. Hè. Dus je, je doet het niet tegen een amateurclubje in de beker. Maar. Tegen, een, tegen NEC wat, nou, ik heb het voor de competitie al gezegd, wat ik buiten de top 5 een van de betere teams vind. Um, en ook tegen PSV ontzettend veel schoten. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste wat bij mij bijblijft, is de enorme drive die in de ploeg zit. En dat ze nooit opgeven. En dat ze altijd door blijven gaan. Hoe kansloos um, de situatie soms ook is, blijven ze gaan. En um, ik denk dat we de tweede helft voldoende kansen hadden om al eerder de aansluitingstreffer te maken. Dat lukt dan niet. Maar dan geven ze toch niet op. En uh, dan heb je een gelukje. Uh, ik zou bijna zeggen: gelukje dat hij voor het eerste moment al geen strafschop gaf. Want dan was het alleen een strafschop geweest. En hij uh, liet hem nog even doorspelen. En dan werd het strafschop en rood. Ja, en dan heb je nog een x aantal minuten waarin we de 2-2 al heel snel maken. En ik denk dat we in die vijf minuten daarna uh, misschien net zoveel kansen nog hebben gehad. als in de 92 minuten ervoor. Je hebt het over die drive, hè? Wat, wat is datgene waar dat vandaan komt binnen de groep? Want dat zagen we natuurlijk afgelopen zondag, dat zien we vandaag weer, mm. dat die drive er wel steeds is. Het is, het is enerzijds drive, ik bedoel, ik, zonder dat ik spelers bij naam wil noemen, maar ik denk dat we bijna allemaal wel kunnen denken, bedenken op wie ik doel. is dus het onwaarschijnlijk hoe ongespelers, hoe fit ze zijn. Hoe die 120 minuten door hebben gelopen, dat, 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 dat is nog meer dan ik uh, van ze had kunnen verwachten. En daarnaast is het natuurlijk heel prettig dat je als trainer, ondanks dat we niet de breedste selectie hebben van iedere divisie en dat we ook al een paar blessures hebben, maar dat je aanvallend gezien uh, altijd nog wel weer spelers in kan brengen. Dus als de ene eens een keer wat minder is, kun je er weer een ander opzetten. En, uh, en dan brengt die het weer. Dus het is natuurlijk ook gewoon heel fijn, het is bewuste keuze dat we, dat we veel buitenspelers hebben. Om, uh, om als een wedstrijd misschien toch even niet helemaal loopt met de buitenspelers die je in het begin opstelt. Om daar weer allerlei mogelijkheden te hebben om daarin aan te passen. Dus een combinatie van factoren. Maar ja, uh, uh, het is vooral natuurlijk gewoon een half jaar lang heel hard trainen. En op een hele hoge intensiteit elke week de wedstrijd spelen. Waardoor je op een gegeven moment fitheid opbouwt. Had jij nog wel tot minuut 89 het idee van het kan nog wel vandaag? Nou nee, afgelopen zondag heb ik dat gevoel constant gehad. Uh, omdat we toen een kans op kans creëren. In de eindfase bedoel ik dan hè. Uh, vandaag heb ik eerlijk gezegd, toen wij een aantal zulke ongelooflijke kansen niet wisten te verzilveren. en je, ja, je kijkt naar het scorebord en je ziet dat het, dat, het, uh, ja, dat het bijna tijd is, en, en uh, ja. Ja, in die fase wij ook niet meer de ene en naar de andere kans creëren, dan had ik toch stiekem al wel een beetje gedacht: van nou, dit gaat hem niet meer worden. We zijn het ook eens. We als... Oh, sorry. Ah, nou, maar werd het nog wel, maar. Ook. Je zei het ook, hè? we krijgen heel weinig uh, kansen tegen. Maar de kansen die we tegenkrijgen leveren wel doelpunten. Hoe komt het dat zij van die spaarzame momenten dan wel dat rendement weten te halen? Ja, nou, het is natuurlijk niet zo gek dat je als je zo aanvallend speelt zoals wij doen. Uh, altijd, niet alleen vanavond, maar altijd. Dat je, dat je, dat je een paar kansen, counterkansen weggeeft. Um, maar op zich vind ik in 120 minuten voetbal vier counterkansen weggeven niet eens zo heel erg veel waren het niet, dat het natuurlijk wel een gedeelte zijn met 10 man stonden. Dus ik kan niet zeggen dat onze restverdediging niet klopt tegen PSV, uh, uh, Idem, Dito. Dan geef je gewoon heel erg weinig weg. Er zijn genoeg aanval, zeer aanvallend ingestelde teams die veel meer weggeven. Uh, die nog veel meer risico nemen om tot een kansen te komen. Um, ja, dat is het best <coughs> moeilijk verklaarbaar dat... Um, dat afgelopen zondag er twee ingaan en nu vier ingaan. Maar ik kan bijna niet geloven dat dat structureel gaat worden. Uh, alhoewel ik wel de indruk heb dat ik al anderhalf jaar lang dit eigenlijk al wel een beetje zeg. Uh, maar dan moet, wil ik wel een verklaring zoeken in het feit. Kijk, ook afgelopen zondag en ook nu weer. Het is natuurlijk makkelijker als je als buitenspeler uh, 60 meter de ruimte hebt om je back op te zoeken. Met veel ruimte erachter. Of je staat, omdat wij gewoon constant die willen hebben, hoog op de helft van de tegenstander. Je staat constant in een 2 tegen 1 situatie in je nadeel. Dus het is wel moeilijk om bij Feyenoord buitenspeler te zijn. Dus uh, omdat het allemaal zo compact is, omdat het allemaal zo dicht bij elkaar staat, is dat moeilijker kansen creëren. Dan wanneer je misschien maar drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen keer de bal per wedstrijd aanraakt. Maar dan wel de bal aanraakt in grote ruimtes. En uh, dus dat geldt voor onze tegenstander. Dus dan is het makkelijker iets creëren dan in die kleine ruimte. Maar ja, dat is toch waar wij voor kiezen. We het publiek vermaken, we willen de bal hebben, we willen veel aanvallen. En. Uh, en, en dus is het onze stijl om heel veel en heel vaak in de 16 te komen. Want we hebben wil 50 schoten. Maar ik denk, als ik er terug ga kijken, dat er ook nog wel 15 tot 20 schoten bij hadden kunnen komen. als we gewoon eens een keer die voorzet geven of het iets beter uitspelen. Je zegt ook, we willen mensen plezier geven. Er was wat kritiek op de prijskaarten of op de prijzen van de kaartjes vanavond. Maar mensen kregen wel waar voor hun geld vanavond. Ja. Ja, nou, ik weet niet precies wat het kaartje gekost heeft. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook wel teleurgesteld was in het feit dat uh, ik voor de wedstrijd hoorde dat er maar 20.000 mensen kwamen. En dat was ik niet teleurgesteld in de mensen. Uh, maar in het feit dat wij uh, er niet voor gekozen hebben om het stadion vol te hebben. Want ik zat uh, daar vlakte voor PSV te kijken. Ik zat het stadion vol. Dus ik, het zou maar zo kunnen zijn dat het seizoenkaarthouders gratis toegang hadden. Uh, dus mensen zeggen wel eens van mij dat ik, dat ik me overal mee wil bemoeien. Ik had graag gewild dat ik meer mee bemoeide had. Want ik had heel graag gezien dat het stadion vol had gezeten. Maar het zat nog veel voller dan dat ik voor die tijd hoorde. Want ik hoorde in het begin zelfs geleiden over 10.000 kaarten. Maar. maar toen ik binnen het stadion binnenkwam, dacht ik: Nou, dit is wel voldoende om er nog een lekkere sfeer van te hebben. En dat was er ook wel. Dus um, uiteindelijk uh, misschien iedereen blij. Behouden die supporter die veel betaald heeft. Maar die heeft wel waar voor zijn geld gehad. En de penningmeester blij omdat het veel geld opgeleverd. En de trainer best nog blij omdat er best veel mensen zaten. Ja, Dankjewel. En dat is dit. Dank je wel dat hij gewonnen heeft. Dat is dit. Dank je wel.